waarom zou je nog dromen? Als niemand geeft, als niemand geeft, als niemand geeft. De nieuwe plaat van Henk Harders uit Stadskanaal. Vrienden, we hebben hem aan de telefoon. Niemand minder dan Diederik Samson. En die ga ik nou even inschuiven. Ook geen ga ik inschuiven. Ja. Hey, goedemiddag meneer Samson. Goedemiddag. Goedemiddag. U was al in Stadskanaal. En wij zijn ook heel vereerd dat u bij ons in de uitzending wou komen. Ja. Dus, ik heb jullie gemist daar net, denk ik. Nee. Ik zat heel rustig in het hoekje. Want ik denk van, ik krijg u nog wat te spreken. Dus vandaar. Hey, ik had nog even een paar vragen van luisteraars. Ik denk van, dat is wel heel leuk dat wij dat kunnen aan u stellen. En een van de vragen die we binnenkregen is, waarom wou u eigenlijk gewoon voorzitter worden? Ik wil partijleider worden. Hans Spekman is de voorzitter van onze partij. Maar mijn excuus. Dat is wat u bedoelt. Ik wil dat graag omdat ik denk dat ik deze partij weer terug kan brengen daar waar die hoort. Namelijk gewoon midden in de samenleving. Links van het midden. Dat is waar een grote progressieve volkspartij of de Partij van de Arbeid hoort te zijn. En ik maakte me zorgen over het feit dat we wegglijden in getop over koers en richting. Terwijl onze idealen nog altijd gewoon staan als een huis. En ik wil de partij graag nieuwe energie geven. Keuzes maken met de overtuigingskracht die ik heb. Om de partij weer zelfvertrouwen terug te geven. En ik denk dat ik dat kan. Ja, en waarom moeten de kiezers dan van de Partij van Arbeid, of de leden, stemmen op u? Want ze hebben ook, wat ik gezien heb, ook vier hele goede andere kandidaten. Ja, ook hele goede kandidaten. Maar als u iemand wil die met volle overgave, met ongelooflijk veel energie en passie dit kabinet te lijf gaat, dan denk ik dat u bij mij goed zit. Maar uiteindelijk bepalen leden dat. Dat is mooi aan ledendemocratie. Al die kandidaten denken zelf waarschijnlijk dat ze kunnen winnen. Dat denk ik in ieder geval wel. Maar de leden gaan erover. Ja, maar dat is ook het mooie van jullie partij eigenlijk. Dat er gewoon de leden kiezen, hè? Ja, prachtig, hè? Ja. Het is nu ook echt een ongelooflijk festijn. Ja. Ik probeer vandaag we gaan vandaag acht afdelingen af. Gisteren een stuk of wat. De dag daarvoor zes of zeven. Als je dat allemaal bij me optelt, ben ik in 10 dagen op meer dan 60 afdelingen. Ja, dat geeft een ongelofelijke brok energie aan de partij, maar ook aan mij. Om straks, als ik mag winnen, ook echt met volle overgave die partij te gaan leiden. Ja, ik had nog even gekeken toen jullie bezig waren met de verkiezingen van ook de richting en keuze waar je de partij heen wou hebben. En ja, persoonlijk verbaast me dat een beetje, omdat jullie eigenlijk een van oudsher een linkse partij zijn. En ja. Nou, ik heb het gevoel, en ik denk niet alleen, ook de meerdere luisteraars, van dat jullie meer naar het midden willen. Hoe verklaar je dat? Wij zijn van oudsher een linkse volkspartij. Dat betekent dat wij links van het midden staan en dat we zo ver mogelijk naar links rijken als dat maar kan. En daar vind ik ook, daar moeten we niets aan willen veranderen. Het gaat uiteindelijk niet om die plek. Waar het om gaat is dat we de laatste tijd te weinig in staat zijn gebleken om de juiste keuzes te maken. Om die linkse idealen ook daadwerkelijk waar te maken. En als je die niet maakt, ja, dan glij je weg in navelstaderij en gedoe over de richting en de koers. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Wij weten precies waar we staan. We moeten nu wel die keuzes durven maken om dat ook waar te maken. Oké, meneer Samson, ik kreeg net een vraagje binnen via de Twitter. Dat is een vraag van Jan-Paul Beukema. Hij vraagt wat u van het PVV-meldpunt vindt. Ja, eigenlijk wil ik daar geen woorden aan vuil maken. Dat is wel zo'n ongelofelijke, beledigende en ook gewoon rechtstreeks discriminerende poging om een hele bevolkingsgroep zwart te maken. Ja, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik wil het hebben over problemen die echt in Nederland heersen. En ook, ja, inderdaad, er is een vraagstuk rondom bijvoorbeeld goedkope arbeidskrachten uit het oosten van Europa, die hier banen innemen die anders voor anderen bestemd waren. Maar daarvoor richt je geen meldpunt op. Daarvoor maak je regels en zorg je dat bedrijven zich eraan houden, zodat wij onze mensen ook gewoon weer het werk kunnen geven wat ze verdienen. Dat gaan we doen. Dan heb ik nog een vraag van mezelf. Hebt u een beetje een indruk gekregen van Oost-Groningen vandaag? Nou, als ik zou zeggen ja, zou ik een beetje liegen. Want ik vlieg erin en ik ren er weer uit. En volgens mij heb je om een indruk van Oost-Groningen te krijgen ook iets meer tijd nodig. Maar ik beloof u, als ik partijleider word, kom ik hier weer terug. Oké. Okay. Komt u ook weer bij ons in de uitzending dan? Nou ja, als ik hier weer ben en u belt en u vindt het juiste nummer, dan kom ik weer bij jullie aan de telefoon. Oh, daar hoeft er geen zorgen over te maken. Ah, oké. Okay. Nee. Heel goed, dat dacht ik al. Ja, nee, ik had nog even een vraagje. Want jullie hadden toen een keuze kunnen maken van met welke partij jullie eigenlijk samen wouden. Ja. En wat mij opviel, dat het CDA redelijk veel werd genoemd en eigenlijk niet de SP. Nou ja, wat ik vooropstel, ik heb niets tegen regeren met de SP. Het lijkt me zelfs heel erg leuk. Ook omdat ik dan vind dat zij ook een keer medeverantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze zeggen het te willen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik doe er graag aan mee. Maar ik realiseer me ook dat we dit land verder helpen
door bredere coalities te sluiten. Waardoor meer draagvlak bestaat voor moeilijke besluiten die we hoe dan ook zullen moeten nemen. Daar kun je niet van weglopen. En een brede coalitie bevat ook partijen aan de andere kant van de lijn, aan de rechterkant van de lijn. Als ik daar dan uit moet kiezen, dan denk ik, ja, laat de PVV natuurlijk maar gewoon zitten. VVD, zoals ze er nu bij liggen, ook niet. En blijft het CDA over. Dus op die manier redeneren kwam ik bij het CDA uit. Als de SP erbij kan, heel graag. En GroenLinks en D66? Die zitten daar dan tussenin. Dus die passen prima in het plaatje. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze niet mee willen doen. En weet je wat? Wij kiezen nou een partijleider. Laten we over dit soort vraagstukken eens na echte verkiezingen gaan nadenken. Die wat mij betreft wel zo snel mogelijk moeten komen, maar helaas nog niet geweest zijn. Ik hoop voor u dat het gaat gebeuren. Alleen als ik de peilingen zie, lijkt me dat nog niet zo verstandig. Maar... Ook qua gewone verkiezingen. Ja. Ik kan niet wachten. Echt niet. Oeh, dat is wij, wel... Wij kunnen in 6 weken tijd, want zo lang duurt een verkiezingscampagne ongeveer... Nederland wil laten zien wat wij in huis hebben. Dat doen we nu al trouwens. Maar straks nog in overtreffende trap. En dan staan we zomaar weer op 35 zetels. Oké, dat is goed. Ik had nog één vraag. Dat was van uw grootste fan, wat ik begrepen heb op Twitter. Dat was een... die vraag van, doet hij ook aan steps? Die aan, nee, want zij is een, wat ik begrepen heb, de leukste stepjuffrouw van Oost-Groningen. En zij is helemaal idolaat van u. En die vroeg van, als u een keer wil steppen, wou ze graag met u gaan steppen. Dus vandaar deze vraag ook even. Ontzettend lief aanbod. Maar ik heb het op dit moment een beetje druk met andere zaken. En mijn lichaamsbeweging, daar is op dit moment niks mis mee. Want ik ren de ene kroeg in en de andere weer uit. Dus okay. Dat komt voorlopig op orde. Maar misschien later. Oké. Hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En, ja. Ja, meneer Samson, waar gaat de reis naartoe? Laatste vraag, dit moment. We gaan nu naar Zwolle en daarna nog naar Almelo en Enschede. Oké, nog een hele lange dag te goed te gaan, zeg maar. Ik heb er lol in, dus dan gaat het snel voorbij. We gaan u groeten namens heel Stadskanaal. Een goede reis gewenst. Dank u wel. En u ziet de krachten van de lokale radio. Ja, absoluut. Oké, dag. Doei. Oké, hoi.